Dag beste Idealstars. In deze instructievideo toon ik jullie hoe je in IdrLearnUp je lesopdrachten kan delen met je leerlingen via je Google Classroom account. Hiervoor moet je uiteraard eerst de les klaarzetten die je wilt delen met je leerlingen. Dat doe je zo. Je klikt hiervoor eerst op het startmenu en vervolgens op de knop Open. Je kan dan een les kiezen uit de publieke bibliotheek of eentje uit je persoonlijke lesmateriaal. Ik heb hier een les klaarstaan over de Europese Unie en die open ik met de groene knop nadat ik die les heb geselecteerd. De les opent meteen en ik heb een aantal bladzijden klaarstaan. Op de tweede pagina vind je een filmpje en op de derde pagina een opdracht voor de leerling. Deze les ga ik nu delen met mijn Google Classroom. Zodra je les klaarstaat, open je in de werkbalk het menu voor samenwerkend leren. Die vind je hier. Dan klik je op Les delen. Je ziet nu een menu aan de rechterzijde waarin je kan kiezen tussen het delen van je les in IdrLearnUp, zoals dat voorheen ook al mogelijk was, of via Google Classroom. We kiezen hier logischerwijs voor Google Classroom. Als je je account nog niet hebt gekoppeld met je Google Classroom account, ga je dat eerst even moeten doen. Dat gaat heel eenvoudig. Je klikt op Connect. We moeten nu even uit het huidige venster gaan. En ik kies nu het account dat ik meteen wil activeren. In deze demo moet ik nog even via een andere weg IdrLearnUp toegang geven. Ik klik op Toestaan. En vervolgens wordt mijn account gekoppeld aan IdrLearnUp. Eens je account van IdrLearnUp is gekoppeld met Google Classroom, gaat het bijzonder vlot om je les te delen met je leerlingen. Selecteer eerst de klas waarmee je de les wilt delen. Dat is makkelijk. En klaar. Hier kan je op beide manieren volgen wat de leerlingen doen. Dat doe je ofwel binnen IdrLearnUp zelf via de gedeelde lessen, of je volgt het werk op via je Google Classroom account. Ik volg het even op via mijn gedeelde lessen in IdrLearnUp. Je kan in dit menu perfect opvolgen welke leerlingen je lesopdracht intussen hebben geopend. Hiervoor klik ik op het mapje. Momenteel zijn er nog geen leerlingen die de les hebben geopend. Laten we even kijken hoe dat gaat. Laten we even kijken hoe dat werkt voor de leerling. De leerling zal een mailbericht krijgen van zodra de leerkracht een lesopdracht heeft verstuurd. Die opdracht zal ook te zien zijn in de takenlijst van de leerling. Laten we deze student even aanmelden. Ziezo, ik selecteer de klas. De leerling kan de gedeelde lesopdrachten ook terugvinden in het onderdeel schoolwerk. In de opdracht staat een link die de leerling moet aanklikken. De les opent dan meteen in IdrLearnUp. Het is nu aan de leerling om aan de slag te gaan met de lesopdracht. Ik zie als leerling dat ik het videootje kan openen. Met de secundaire pijl kan ik die video afspelen. Kijk ik welke inhoud aan bod komt. In dit filmpje worden de verschillende landen met hun hoofdsteden overlopen, belangrijk voor de opdracht die volgt. Zodra het filmpje werd bekeken, kan de leerling aan de slag gaan met het oplossen van de opdracht. Met de primaire pijl kan dan de leerling de landen op de juiste plaats zetten. Misschien is het handiger voor de leerling om hier naar volledig scherm te gaan, om dan verder te kunnen werken aan de opdracht. Mocht daar nog de opdracht bij staan om de namen van de landen te vermelden, dan zou de leerling dat erbij kunnen zetten met behulp van de teksttool. Er kunnen dan verschillende kleuren worden gekozen. Ik neem nu bijvoorbeeld zwart en typ hier de naam Frankrijk. En zo kan ik als leerling ook bij de andere landen de namen vermelden, mocht dat nodig zijn.
Indien de leerling op een later tijdstip verder wil werken aan deze opdracht, kan dat perfect. Hij klikt hiervoor op het laatste knopje in de werkbalk. Men krijgt dan drie keuzen en in dit geval zal dus de leerling klikken op Bewaar voor later, de derde knop in het menu. Zodra deze knop werd aangeklikt, krijgt de leerling het bericht dat de wijzigingen werden opgeslagen en kan de leerling terug naar zijn schoolwerk. Door hier weg te klikken, kan de leerling meteen terug naar zijn Google Classroom. Bij het opnieuw openen van de lesopdracht zal de leerling verder kunnen werken waar hij was gebleven. Dat doen we even opnieuw. Ik klik de opdracht aan en ik kijk even naar de opdracht waar ik bezig was. En je ziet dat de wijzigingen hier staan opgeslagen. Ik wil dan even de opdracht afwerken en klaar. Misschien dat ik nog even de naam van dit land erbij zet. Dat is Spanje. En klaar. Als de opdracht volledig is afgewerkt, dan kan de leerling op hetzelfde knopje duwen en dan de les versturen. De les werd verstuurd en de leerling kan nu makkelijk terugkeren naar zijn Google Classroom. Daar dient de leerling enkel nog de opdracht nog even te openen en te markeren als klaar. Dat kunnen we even bevestigen. En ziezo, de opdracht werd nu officieel ingediend door de leerling. En dit zal uiteraard ook zo worden weergegeven in het overzicht van de leerkracht. De leerkracht kan op zijn beurt opvolgen welke opdrachten reeds klaar zijn via de snelfunctie rechts bovenaan het scherm. In dit overzicht kan je zien welke lessen je hebt gedeeld via Google Classroom. En met het mapje kan je de les opvolgen. Met de stopknop wordt de les voorlopig niet meer gedeeld en kunnen de leerlingen de les voorlopig niet meer openen. En met het vuilbakje verwijder je de gedeelde les en kan deze niet meer worden geopend. We openen even deze gedeelde les. In het tabblad Deelnemers krijgt de leerkracht een overzicht van de leerlingen die de lesopdracht hebben ingeladen. Wanneer een leerling de les heeft ingediend, zal er ook een oogje naast de naam verschijnen. Door hier op te klikken, krijgt de leerkracht meteen een snel overzicht van wat de leerling heeft aangepast in de les. Dat zie je hier. Door op het mapje te klikken, opent de leerkracht de ingevulde versie van de leerling. Ziezo. En kunnen we meteen even kijken wat de leerling allemaal heeft aangepast. Vervolgens kan de leerkracht handig doorschakelen naar zijn Google Classroom account om daar feedback en punten te geven aan de leerling. In het onderdeel klaswerk zie ik meteen dat één leerling het werk heeft ingediend. Dat klik ik aan en kan ik vervolgens mijn feedback geven. Dat doe ik door het werk terug te sturen naar de leerling, voorzien van mijn commentaar. Knap werk. En terugsturen.